De bankiers en financiële sector halen opgelucht adem. De rechtbank Noord-Holland heeft vandaag vonnis gewezen en het beslag op de 19,5 miljoen euro is opgeheven. Op 17 april 2018 was er beslag gelegd op een geldzending vanuit Suriname met als bestemming Hongkong. De Centrale Bank, de FINA-bank, de Hakeringbank en de Surinaamse Bank hadden een klaagschrift hiertegen ingediend. En de zaak is gewonnen door de Surinaamse banken. De voorzitter van de bankiersvereniging, tevens directeur van de FINA-bank, Eblijn Franji, gaat in op deze kwestie. Dus we zijn er erg content mee. We hebben altijd zeg maar onze volledige medewerking gegeven aan het onderzoek als individuele banken. Maar ook altijd aangegeven dat de transporten niet de bankstraat, dus de individuele banken hun transporten waren, maar dat het transport was van de centrale bank. En daar dat hebben we dus aan het OM, hebben we aan de rechtbank in het klaagschrift meegegeven. En daar heeft de rechter gelukkig ons vandaag zeg maar gelijk in gegeven. Maar kan het Openbaar Ministerie van Nederland niet in hoger beroep gaan? Alles kan, maar wat wij belangrijk vinden is dit belangrijk signaal dat vandaag is gegeven dat de centrale bank immuniteit geniet, dat het transport onder supervisie en verantwoordelijkheid van de centrale bank is geweest en dat het niet de individuele banken waren die geprobeerd hebben geld naar China te transporteren. We hebben dat altijd kenbaar gemaakt, we hebben alle stukken overlegd, we hebben meegewerkt aan het onderzoek en gelukkig heeft de rechter daar ons gelijk in gegeven. En daar zijn we erg blij om. Was er een moment dat u als bankiersvereniging of eigenlijk de wereld, de bankwereld in de banksector, dat er een moment kwam waarvan jullie dachten van nee, dit komt niet goed? Kijk, het punt is, het is niet fijn om als leidinggevende van de bank, maar ook als de drie banken en de gehele financiële sector, want het gaat zeker om 70% van de financiële sector, die beschuldigd wordt van iets dat we niet gedaan hebben. Het is niet fijn. Gedurende het proces waren wij zeker van onze zaak. We hebben de stukken overleg. De feiten spreken voor zich. En die feiten, die documenten hebben we altijd transparant overlegd aan het OM. We hebben zelfs geprobeerd voor... we hebben zeker jarenlang geprobeerd te onderhandelen met het OM. En toen onderhandelingen op niets uitliepen, hadden wij de zekerheid dat zeg maar als onderhandelen en praten op niets uitloopt, om het klaagschrift in te dienen. Als we niet zeker waren van onze zaak, dat we transparant gehandeld hadden, hadden we nooit gedurfd een klaagschrift in te dienen. Franji geeft verder aan dat de opheffing van het beslag onder andere betekent dat de drie banken hun integriteit nog steeds hoog staat. Wat we hebben gezegd, hebben we ook kunnen aantonen, benadrukt de FINA-bankdirecteur. Wat dat betekent is als het geld vrijkomt, zeg maar dat we onze middelen terug hebben en dat we nu naar andere mogelijkheden of wederom de mogelijkheden moeten exploreren om zeg maar de geldtransporten weer op gang te brengen. Kijk, in de economie, in het bankwezen draait alles om vertrouwen. En het feit dat de rechter ons vandaag in het gelijk heeft gesteld, geeft aan dat in ieder geval de drie banken zeg maar in hun gelijk waren, met de centrale bank uiteraard, en dat het vertrouwen in het bankwezen goed is. Ik ben blij dat in de afgelopen periode, dus in die anderhalf jaar, er geen gekke dingen zijn gebeurd. We hebben transparant richting de samenleving gecommuniceerd. Er waren sceptici die aangaven, nou, zal er wel niet iets mis zijn bij de banken. We hebben altijd op ons standpunt gestaan. Jongens, we zijn transparant, alle documenten zijn er. Er is geen sprake van beschuldigingen waarvan het OM ons beschuldigde. En ik moet zeggen dat dit een groot moment is voor ons als bank. Voor de drie banken, het bankwezen, maar ook gewoon het land Suriname. Omdat de rechter ons in het gelijk heeft gesteld.
Tot zover FINA-bankdirecteur, tevens voorzitter van de Bankiersvereniging Suriname, Eblijn Franji. We spraken hem naar aanleiding van de opheffing van het beslag op de 19,5 miljoen euro door het Nederlandse Openbaar Ministerie. De rechtbank Noord-Holland heeft in het voordeel van de Surinaamse banken beslist.